De Tafel van Marcellus, een initiatief van de inmiddels overleden oud-directeur van verpleeghuis De Posten in Enschede. Hier wilde Willem Marcellus dat iedereen uit de buurt samenkwam om elkaar te helpen. Twee handen op de pitzak. Dan gaan we eerst poetsen. Goed zo. Het is echt boenen. Echt boenen. En het lijkt te lukken, deze mini-maatschappij, waarbij bijvoorbeeld scholen samenwerken met het verpleeghuis. Andere hand, linkerhand. De Posten wil een organisatie zijn die van en voor de wijk is. En die eigenlijk ook door de wijk wordt georganiseerd. En dat is uniek dat dat op die manier uitgedragen wordt en met elkaar gedeeld wordt. Het is wel zo dat ze de wijk en de scholen en alles een beetje bij elkaar willen brengen. De mensen een beetje samen willen laten werken. Op die manier is het de bedoeling dat de mensen zo een beetje meer oog voor elkaar krijgen eigenlijk. En wat je ziet is dat dat ook op landelijk niveau is doorgedrongen. En dat mensen zoals Hugo Borst, Karin Gamers, ook Van Rijn, die gezegd heeft, het gedachtegoed dat jullie met de Tafel van Marcellus hebben, dat wil ik ook graag op landelijk niveau een rol laten vervullen. Het is een voorbeeld van hoe we de zorg op een andere manier, maar ook het welzijn op een andere manier kunnen organiseren met elkaar. En daar zijn jullie een mooi voorbeeld van. Daarom kwam Karin Gamers, schrijfster van het Zorgmanifest, samen met andere kopstukken uit de zorg naar het ouderendebat in Enschede, waar het concept de landelijke Human Included prijs ontving. Ja, hartelijk dank. Nou, dankjewel. Bedankt. Enschede is een grote stad, maar het is toch anders. Je kan nog meer. De verbindingen zijn net wat makkelijker. Je bent net wat makkelijker met elkaar in contact. En dat is als het om zorg gaat en om samenleven, is dat alleen maar mooi natuurlijk. Karin is een Rotterdamse en in hart en nieren. En zij neemt dus Enschede als voorbeeld voor haar ideale tocht waar ze mee bezig is. En als zij zegt dat wij het in Enschede zo goed doen, ja, dat is toch geweldig. Tim, waarom doen we dit? Dit doen we om te bewegen. Ja. Motoriek, dat is ook erg belangrijk. Ja, en ja? Of dat er van binnen ook nog een beetje werkt. Dat moet wel werken, dat moet zeker werken. Ik denk dat de jeugd, die vindt het wel leuk om dingen hier te doen. Als ik dat zo zie, dan zijn ze altijd heel enthousiast van die school. Ik geloof dat het goed is dat kinderen weten dat als je ouder wordt, dat er belemmeringen zijn en dat ze... Ja, dat je niet meer alles kan. Dat mogen kinderen best weten. En dat er mensen zijn die niet helemaal meer goed kunnen denken en goed kunnen zeggen. Ik geloof niet dat het slecht is als kinderen dat meemaken. Je moet die mensen niet wegstoppen. Wat doet u gewoon op een normale dag eigenlijk? Nou, op een normale dag. Ik begin op maandag. Vooral het sociale, het contact en in verbinding komen met elkaar. Ja, dat is heel erg waardevol. En we moeten gewoon in de toekomst voor elkaar gaan zorgen. Ik denk dat dat een heel mooi uitgangspunt is. Ik verwacht dat we over 5 jaar hier een prachtig nieuw gebouw hebben staan. Want er vindt nu nieuwbouw plaats en de plannen daarvoor worden nu ontwikkeld. Ik denk dat daarin niet alleen maar oudere mensen hun plek vinden, maar dat daar ook letterlijk en figuurlijk een school in zal zitten. Ik verwacht dat er heel veel sportactiviteiten hier plaatsvinden. Ik denk dat jong en oud in het park rondom de Posten elkaar gaat ontmoeten. Dat het een plek wordt waar iedereen zich thuis voelt. Dat verwacht ik. En ik verwacht dat het een voorbeeld gaat worden. Een uniek voorbeeld, niet alleen in Nederland, maar ook naar de rest van Europa. Hoe zorg, onderwijs, jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar samen kunnen leven. Dat verwacht ik, ja. Ja, netjes. Ja. Kijk maar uit, zou we niet hier in de buurt komen. Nou, dit vind ik wel leuk. En wie Willem Marcellus nou eigenlijk was? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Dat was Willem Marcellus. Ja.